Wel, een wedstrijd in de Rijnmond Cup tegen Alexandria 66. Dan verwacht je dat het een lastige wedstrijd wordt. Maar jullie speelden de eerste helft prima in staat. Ik dacht het ook, ja. Redelijk goed. Zetten ze druk naar voren. En ja, wat andere jongens die zaterdag niet gespeeld hebben, nu laten spelen. Een veldspeler, we hadden geen keeper. Dus een veldspeler zonder goal. Dus ja, in principe was het een leuke eerste helft. Wat zeg je nou? Je had geen keeper, dus stond de veldspeler te keeper. Er stond vandaag een veldspeler in de goal. Dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan. Ja, de eerste keeper door omstandigheden kon niet en de andere drie waren geblesseerd. Dan speel je 2 minuten, kom je op een 0-1 voorsprong, ja. En eigenlijk gewoon helemaal terecht een hele tijd vastgehouden. Ja, dat klopt. Het ging gewoon lekker en Alexander speelde ook goed, maar wij iets beter. Laat ik dat maar netjes zeggen. Waar ging het verkeerd? Tweede helft. Ja, ik denk dat iemand van Alexander in de rust bescheidiger is geweest, want de tweede helft ging hij nou zo raar, fluit hij iemand ping onterecht en alles. Nou. En dan, ik laat mijn mond houden, want, maar dat kan niet. Je verziekt het gewoon voor 2 ploegen, dat potje vanavond. Dat vind ik zonde. Ja, want je komt vlak voor rust met 2-1 achter, dan is er eigenlijk nog niets aan de hand, hè? Want jullie waren gelijkwaardig aan Alexandria. Ja, dat klopt en noem maar dat, maar dan vind ik dat zo zonde. Dan heb je gewoon een gevoel daarover, denk van nou, dit is zonde van zo'n cup dat zo'n man zo'n wedstrijd kan doodfluiten. Uiteindelijk zijn jullie dan uit de Rijnmond Cup gestoten, nou, denk ik met opgeven hoofd. Ja, dat wel, qua voetbal wel. En kijk, daar gaat het in instantie om en noem maar dat, dus dat doet ons ja, deugd. Hoe gaat het in de competitie met VPSC? Ja, wisselvallig. Als ik dan van de week even nagekeken alles en denk je van ja, we zijn pas van al die wedstrijden met de hele fiets erbij, 3 hele wedstrijden, denk eigenlijk de minder geweest. En voor de rest hebben we goed tegenstand kunnen bieden. En ook zeg ik meer kansen geërst dan tegenstander. Alleen dat scoren, dat is bij ons vorig jaar een probleem. En nu nog steeds. En afgelopen zaterdag tegen de Jong, dus ook. Ja, ze heeft de 3-2 van ons te wachten. En ja, door een foutje komen we in 3-2 voor. En dan zie je even 10 kwartier die kopjes hangen. Wij weer, denken ze dan. Nou, en dan kwamen we niet meer te boven. Dat is zonde. Wat heb jij voor een team? Heb jij een technisch team of een team dat vooral hard werkt? Nou, er zit eigenlijk alles in eigenlijk. Dat wel. Maar af en toe vind ik het technisch, noemen we dat boven het vernuft, dat viert boven, ja, de boventoon. En dat moet even anders. Ja. Is PPSC ook een team dat een vereniging die spelers kan halen, die spelers kan kopen? Nee, helemaal niet. Trainingskamp moeten zelfs eigen bijdragen. Nee, dat is totaal. Nee, dat wordt totaal niet in de geldelijke sfeer gedaan. Dan kom je ook een beetje uit betaalde voetbal, hè? Is dit dan iets waar jij je gelukkig bij voelt? Ja, heb ik voor gekozen. Anders moet je het niet doen. Dat is natuurlijk. Je weet waar je aan begint en noem maar dat. Dus daar heb ik geen moeite mee. Nee. En wat zijn jouw verwachtingen dan in de competitie verder? Ja, dat is handhaven. Dat was al het begin van het seizoen al de doelstelling. En dat blijft hij nog steeds. Omdat we nu door nederlaag het weekend staan we natuurlijk op de promotie-degradatieplaats. Dus ja, punten moeten we snel gaan halen. De Rijnmond Cup is dan voorbij. In de competitie je moet je alle zijden nog bij zitten. En waar train jij volgend seizoen? Ik word assistent bij Jurgen van Dunne, Excelsior 20. Een hele andere uitdaging ineens weer. Ja, bij de eerste helft dan puur. Enkel niet de tweede, maar gewoon puur de eerste helft. Maar ik heb zelf bewust voor gekozen om dat ik al dan 16 jaar nadat ik toen mijn 25 gevoetbald heb, elk seizoen bezig ben geweest. Even een jaartje lekker in de luwte, want als trainer ben je toch 24 uur per dag met voetbal bezig. Het is niet alleen dat 2 keer trainen en dat een zaterdagwedstrijd, dan is het ook, zou die fit zijn, zou die moet een fysio, die kan niet, die moet zijn werk. Je bent er altijd mee bezig, dus dan wil ik even een jaartje iets minder doen. Maar in de luwte bij Excelsior Sluis, dat is een nee, club. 20. Oh, sorry, Excelsior 20, dat is wel een club in Schiedam die natuurlijk ook wel een naam heeft. Dat klopt, nee, we bedoelen de luwte puur dat ik lekker met op veld bezig ben. En niet al die randzaken omheen, want die hebben een hoofdtrainer die capabel daarvoor is. Maar gewoon een helper. Dus een soort sabbatical year. Eigenlijk ben jij een beetje de Louis van Gaal van Schiedam. Die net ook een sabbatical. Ja, maar die gaat voor mij helemaal niks doen als ik zo hoor. Ik ga nog wel doen, ik blijf lekker bezig. Dus mijn vrouw wil niet 5 dagen in de week thuis hebben. Dankjewel. Oké, alsjeblieft.